Scholieren hebben op steeds jongere leeftijd internet en een mobieltje, maar weten vaak niet hoe ze hier goed mee om moeten gaan. De Week van de Mediawijsheid wil scholieren goed leren om te gaan met de media. Dit doen ze door op een leuke manier voorlichting te geven. Weten jullie wel wat mediawijsheid is? Nee. Nou zeg, nee. Nee. Heb je helemaal geen idee? Shhh. Jij wel? Niemand? Soms dan vragen mensen me wachten en dan zeg ik vaak nee, want ze kunnen allemaal rare dingen doen. Rare dingen schrijven, hekken. Is dat bij jou al wel eens gebeurd of bij je vriendinnetjes? Ja. En wat hadden ze toen gedaan? Dan hadden ze me wachtwoord en dan gingen ze andere kinderen pesten. De scholieren vandaag zijn in de Bibliotheek van Amsterdam en leren daar over mediawijsheid door het beantwoorden van vragen uit een boekje over media en het maken van een leuke quiz. Ajuet, presentator van onder meer Puberel XL, is ambassadeur van deze week, want hij weet als geen ander hoe media werkt. Media vind ik heel interessant. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je nog beter gebruik kan maken van verschillende media, zoals internet. Want ik denk altijd dat ik heel wijs ben als het gaat om internet. Maar ja, alleen al tijdens deze week ben ik achter zoveel dingen gekomen waar ik echt nog niet van op de hoogte was. Wat voor dingen dan? Zoals veilig internetten. Ik was iemand die altijd echt overal internet bankierde en iedere wireless verbinding erbij pakte en dan geld ging overmaken en spullen op internet ging kopen. Nou, ik ben erachter gekomen dat dat heel gevaarlijk kan zijn. Als je zomaar een onbeveiligde wireless verbinding pakt, dat je daarmee echt in de problemen kan komen en in de handen kan komen van internetboeven. Nou, je krijgt natuurlijk een heleboel te weten tijdens cursussen en workshops. Maar ondertussen is er ook een website waar je altijd terecht kan. En dat is weekvandemediawijsheid.nl. Ik zeg, ga daar naartoe. En kom van alles te weten over media en hoe je nog beter gebruik kan maken van media.